Je ziet al hier bijvoorbeeld dat er een behoorlijk stuk is weggevallen. Dus daar aan dat stukje, ja, dat is precies boven de waterweg waar ook heel veel roeiers varen. Maar ook mensen met plezierbootjes, met sloepjes, met kinderen. Het raadslid van de gemeente Gooisemeren maakt zich zorgen over de veiligheid van de brug in de snelweg A1 bij Naarden. Met het blote oog is goed te zien dat het beton op een groot aantal plekken volledig kapot is. Nou, je ziet dat de bewapening eigenlijk uit het beton komt. Dus je kan goed zien waar de roosters lopen. Je ziet dat daar roest op zit. En je ziet dus dat de stukjes zijn afgevallen. Soms zijn dat kleinere stukjes, soms zijn dat grotere stukken. Ja, dat wijst toch wel een beetje op betonrotachtige situaties. En dat neemt risico's met zich mee. Deze brug maakt onderdeel uit van de vele bruggen en viaducten met grootschalig achterstallig onderhoud. Waarover we in april samen met Eén Vandaag berichten. Het klinkt een beetje luguber, maar misschien moet er eerst een groot ongeluk gebeuren of iets instorten. Voordat we echt aan de slag gaan om het allemaal 100% aan te pakken. In 2016 werd al geconstateerd bij een inspectie van Rijkswaterstaat dat de hoofddraagconstructie in matige staat verkeert. En er delen van de brug los kunnen raken en naar beneden kunnen vallen. Nou, ik vind het heel raar. Het kost een heleboel geld om een brug te repareren. Maar goed, reparatie is natuurlijk altijd iets oplossen wat al voorkomen had kunnen worden als het onderhoud goed geweest was. Wat moet er dan wat jullie betreft gebeuren? Kwetsbare plekken die er nu zichtbaar zijn, die moeten worden aangepakt. En daarnaast moet er een plan komen om alle bruggen, in ieder geval binnen onze gemeente of die binnen onze kernen vallen, dat daar een goed onderhoudsplan voor komt om te voorkomen dat mensen daar risico lopen. Rijkswaterstaat erkent dat de brug last heeft van betonschade en onderhoud nodig heeft. De brug wordt in de gaten gehouden, maar is volgens de woordvoerder wel veilig. Loszittend gruis is kort geleden nog verwijderd. Hoe en wanneer een grote opknapbeurt gaat plaatsvinden, weet Rijkswaterstaat nog niet.